hoe we erbij zitten met kerst? Nou, ik in mijn geval zou ongeveer wel lijken op de vorige kerst. Het huis zat niet vol, dus dat kan. We hebben dat met een kerstboom gevierd. We hebben redelijk veel tv gekeken in die tijd. Volgens mij nog een stukje met de auto gereden. Dat was het wel, dus er zal echt weinig veranderen. Bovendien, ik vind kerstmis helemaal niet zo'n bijzondere periode hoor. Ik vraag me af of met kerst mensen nog zin hebben om lekker thuis te zijn en het gezellig te maken. Ik denk dat ze daar echt wel. Dus misschien als het tegen die tijd weer mag, dat met kerst juist mensen gewoon allemaal wel de deur uitgaan. Of misschien een keer met andermans familie gaan eten. Misschien wordt deze kerst juist wel een moment dat we zeggen, nou die familie, dat hebben we nou wel even gezien. Kerstmis zal waarschijnlijk zo'n graad of 15 zijn en regen. Hè? Sneeuw hebben we denk ik in 20 jaar niet meer gezien. Maar laten we hopen dat kerst eruit ziet als alle andere jaren. Net als Sinterklaas. Met kerst is oprecht alles weer terug bij het oude. Zitten die bioscopen en theaters weer ramvol. En tegen die tijd hebben we ons allang weer druk gemaakt om de Zwarte Pieten discussie. En hebben we net de discussie achter de rug of het wel heel erg netjes was dat Dree Hazes het heeft gedaan met Leontien Borsato. Met kerst zitten we weer in restaurants, zitten we in een theater. Lopen we weer langs de prachtige kunst in de musea die we hebben. Gaan we weer bij onze oude vaders en moeders op bezoek. En zijn we gelukkiger dan ooit. Merry Christmas. Oud en nieuw is in Wormer, nou ja. Daar krijg je het huis echt niet vol hoor. Als je zegt ik woon in Wormer, kom bij ons oud en nieuw vieren. Nou, dat doet niemand. Dus dat, voor mij is het ongeveer wel precies hetzelfde. Dit jaar vuurwerkloos ook nog. Dus ieder verzetje is ons wel ontnomen. 2 meter afstand, geen vuurwerk. Nou, heel veel plezier met z'n allen. Een cabaretier op televisie zonder publiek waarschijnlijk. En dan daarna komt 2021. Nou, dan wordt het allemaal weer beter. Of, dat kan natuurlijk ook, we zijn allemaal dood. Word lid. Hou hand in de lucht.